stierf in de eerste slag om de IJzer op 23 oktober 1914. 100 jaar later nodig ik 3 bekende soldaten uit om dit samen met hen te herdenken. Een brief van Peter Kolwitz. Hans van Raamdonk, Raoul Snoek, die gaan ook. Dan moet ik ook gaan. De oorlog wordt eigenlijk hier benaderd vanuit 4 verschillende perspectieven, 3 nationaliteiten. En daardoor illustreren we eigenlijk ook de grootste anti-oorlogsklacht van Peter Kolwitz. Namelijk dat die Franse, Duitse, Engelse, Vlaamse jongeren allemaal met dezelfde propaganda en hetzelfde idealisme eigenlijk naar die oorlog werden gestuurd en ook allemaal op dezelfde manier bedrogen uitkwamen. John McCrae is vooral bekend voor zijn gedicht in Flanders Fields. Toch was hij in de eerste plaats een gedreven militair met een sterk plichtsbewustzijn. En bij het uitbreken van de oorlog hoorde hij zijn call of duty. Toch was hij ook dokter en die oorlog gaf hem net een zeer ontnuchterende ervaring. Raoul Snoek was iemand die zijn legerdienst aan toe was toen de oorlog uitbrak. En eigenlijk wou hij drukker worden en zijn eigen boek uitbrengen. En toen dat die oorlog uitbrak, vond hij eindelijk het meest geschikte thema voor zijn boek. Gaandeweg is hij dan uitgegroeid tot een geboren leider en zelfs onderluitenant. Maar jammer genoeg heeft hij nooit de uitgave van zijn boek kunnen meemaken. Frans van Raamdonk is de jongste van de Vlaamsgezinde gebroeders van Raamdonk. De gebroeders van Raamdonk is een van de mooiste Vlaamse verhalen uit de Eerste Wereldoorlog. 1917, na een aanval op een Duitse stelling, keert Frans van Raamdonk niet meer terug. En tegen het bevel van de overste in, gaat zijn broer Edouard naar hem op zoek in het gevaarlijke Niemandsland. 18 dagen later vinden ze 3 lichamen terug. Frans van Raamdonk, Edouard van Raamdonk en een Waalse korporaal. En rond die broers is al snel grote mythe ontstaan, de ideale broederdood. En in dit toneelstuk leggen we eigenlijk de grens tussen mythe en werkelijkheid bloot.